wat is nou eigenlijk duurzaamheid? In het begin dacht ik, 5 jaar geleden ook, oh, duurzaamheid is duur en het zijn duurdere producten. Maar naarmate je erin gaat verdiepen, dan zie je dat eigenlijk alles duurzaamheid is. Dus niet alleen hoe koop je in als bedrijf, maar ook hoe ontwerp ik mijn product of hoe beoordeel ik mijn leverancier. En als je dat samen gaat voegen en gaat meten, nou ja, dat was er nog niet. Dus alles tegelijkertijd meten. Dus de organisatie zelf, van hoe presteer je op bepaalde duurzaamheidsonderwerpen zoals inkoop, maar ook eigen bedrijfsvoering of circulaire economie. Vervolgens de supply chain meten en dan de producten en de projecten meten. En dat in één holistisch systeem. Nou ja, dat was er niet en dat zijn wij gaan doen. We zijn gewend om als jong bedrijf ergens binnen te komen en te zeggen, ja, jullie doen het al 20 jaar zo, maar als je het zo doet, dan ben je efficiënter, goedkoper en beter uit. Dat wordt nu gewaardeerd, dat wordt nu opgevangen. Alleen de challenge die we met z'n allen moeten overwinnen is de transparantie. Want als er transparantie is, dan is er data. Als er data is, kunnen er oplossingen komen. En als er oplossingen zijn, dan leven we met z'n allen gewoon een leuk leven. Dus efficiënt omgaan met energie, dat is belangrijk. Ten tweede gaan we het duurzaam opwekken. Dat is ook een hele belangrijke. En ten derde moet je het kunnen opslaan. Dus die drie samen is van een groot belang. Daarvoor moet ook intelligentie komen. Zoals we nu het internet gebruiken voor onze communicatie, zo moet ook het internet van de energie komen. En als je dat goed op elkaar afstemt, binnen die randvoorwaarden van betaalbaar, haalbaar, veilig, eerlijk voor iedereen, ja, dan heb je dus een energiehuishouding die we, wat mij betreft, in 2030 al kunnen halen. Door dit anders met elkaar te regelen. De laatste maanden werd het mijn vader duidelijk. Dat het tijd is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om te slagen in de missie. Bij militaire missies zijn er een paar belangrijke sleutels tot succes. Naast lef en professionaliteit is de inrichting van een 24/7 bemand Mission Control Center cruciaal bij het slagen in missies. Dus daar is de laatste maanden aan gewerkt. Maar met één groot verschil. Het gezag is niet van bovenaf, maar komt juist van onderop. Een voor iedereen leesbaar dashboard waarin de komende 10 jaar de duurzame energietransitie kan worden bestuurd en bijgestuurd. Vanaf begin dit jaar is het Mission Control Center voor de Moonshot Het Paradijs op Aarde begint in Nederland met de energietransitie, inmiddels under construction, maar operationeel. Alle technologie is er, alle kennis is er. Het is meer dat we het nu naar voren halen en dat we het nu groter maken. Maar het is er al. De schoonheid, de zuiverheid, het natuurlijke. En we moeten eigenlijk natuurlijker worden in ons gedrag, ook in ons denken. Nou ja, hoe mooi is dat?